Mijn naam is Aida, mijn vader is Jacobs. Ik is agricultural sector organizer voor FAO. So mijn focus is plaatswerkers. All of a sudden now, sinds 2020 en start of COVID-19 is dat niet werkie. So ik denk die employer van te verschonen of een loepel om COVID-19 te gebruiken, ja, om weg te komen daarmee. Je krijgt werkers wat al die jaren voor COVID-19, before 2020, het hulle permanent elke dag een werk gehad. En iwe skielik sê die werkgever, dat is nie werk vir hulle nie. Ons is nou 2 keer durende die COVID-19 nou afgelê, maar ons het nie geweet daarvan nie. Ons was geskok hy aan toe ons hoor die maandag aan, maar julle gaat by die huis sit. Die boer het na ons gekom. Hy het gesê, ja, maar julle gaat nie nou meer werk. Ons moet nou wacht tot die appelkoese reg is. Dat kan ons werk. Want as ons mooi kyk, was plaaswerkers part van essential. En het means hulle het recht deur gewerk met COVID-19. Maar daar is altyd means en ways wat werkgevers vind om ons laat te raak van vrouwen op plaase. Met me die COVID-19, dit was hier goed gewees. As een moeder soos ek. Ek is een enkel moeder van Messia, ik heb die man nie, ek zorg my kinders zelf. En dat was my staf lieve geweest. Ek kon nie gekoop het nie. Het ons baie bietjie zwaar en dinge dieren gaan, maar ons vrouwens het met mekaar gepraat, ons moed gehad, ons het hoop gehad, elke keer sy lieve bijrui, dat daar misschien ons gevraagd wordt om te kon werk. Hoekom moet ons so zwaar kry? Hoekom? Ik wil weten, mijn ouders, mijn opa, mijn oma, het hulle so zwaar gekry, soos ons zwaar gekry. Hier sta je wat ek hier nie water is hier. Ons het die ruiten nie, ons het die kracht nie, ons moet vuur maak op die stoep, ons het sikkel baie. Ons het die toilette nie, ons moet in die boer ten gaan en dit is ook een probleem as ons in die boer ten gaan. En hier reen dit betekens, ons moet sit, ons het vrouwmense, ons is vrouwmense, ons moet in die boer loop sit. Dat is die reg hier. Het ons nou bitter zwaar gehad, van ek het die om kos in huis. Nou vraag ik bij die een, hy sê die een hier, al het die dat die. Vraag ik bij die een, hy het ook die dat die. Nou ek heel soogends, elke soogends heilig, dan vraag ik, ey, jyre, jy help my, wat jy net vir my kan, net vir my een stukkie gee, van net vir my 3 kinders, om te eet. Want er is niks om te eten. Die boeren zitten dus af zonder niks en niks kan ons vinden. Toen ik hem vraag, toen zei voor mij nee, ons is permanente werkers, onze seizoenwerkers. Maar ik weet bij mezelf, ik was een permanente werker geweest, niet een seizoenwerker. Toen ik hem vraag, toen kan hij niet meer beantwoorden. Wat heeft voor mij gezegd? Ik maak liever mijn mond houden, omdat ik voor mijn anders gaat vragen. Als het die dier die in die mensen geweest is, heeft ons niks gehad. He. Want ons is afgezet. Wie heeft ons gejaagd? Niemand. Als werkers naar ons toe komen om voor ons te zien dat ons is afgeleid of werkers is retrains, wat ons als de union inkomt, onze rol is en dan om die employer in verbinding te treden met die werkgever. Ons treden in verbinding en vergadering met die werkgever. En ons kijk dan of die werkgever al die procedures gevolgd het volgens die Labor Relations Act. Als het een retrainment is, moet ons die Section 189 procedures volgen.
En als het een aflegging is, zal onze algemene vergadering het met die werkgever. En hoor, wat is die reden? Hoe kom die werkgever die werkers afleggen? En is daar niet misschien een andere oplossing om te kijken? Dat hij misschien kijkt of er een ander type werk is voor hem. Daar is nou ongelukkig die COVID-19 wat hij nu voor ons nou afgezet het nou van de werk af. En nou het hij nog niet werk voor ons. Was voor ons. Maar die mannen werk. Volgens mij is dat ongelijkheid tussen mans en vrouwen. Vooral als je op plaatsen komt. Want zekere jobs worden reserved niet voor mans. Als je kijkt naar die werk op plaatsen. Mans zal altijd misschien die lorry driver of die trekker driver is. En die vrouw zal altijd die odd jobjes doen om in die winger te werken, schoon te maken en dat type werk. Oor die algemeen, as jy kyk na die behuisingskontrak vir vroue op plaas, die kontrak is altyd in die naam van die man en nie in die naam van die vrou nie. So it means as die man sy werk verloor, hy word dismis, automaties word die vrou ook afgedank, alhoewel sy 'n permanente werker is. So dis die probleem wat ons sit mee op die plase in die agrikulturele sektor. Jy sal altyd sien die man verdien 'n paar rand meer as 'n vrou. En jy sal altyd sien waar die werkgewers mans voortrek as dit kom by opportunities rondom skills development, sal mans altyd die voorkeur kry. Jy sal hoor, die man is die health and safety rep. Jy sal hoor, die man word gestuur vir die first aid. So dis altyd die mans wat voorgetrek word op die plase. Ons as die vroue is die backbone van ons community. Die union kan net soveel doen. Ek kan jou educate, ek kan jou leer wat is jou regte en goed. Maar jy as die vrou moet beginne opstaan en beginne praat. Jy as die vrou moet begin jou stem. You need to let your voice be heard as a woman. Vroue moet hulle stemme laat hoor op plase. Vroue moet op bang wees en agter die man skuil. Because vir jare skuil ons agter mans. Vir jare dit ons gedink ons as vroue kan nie doen wat mans doen nie. Maar wat ek sien en wat ek weet, ons is baie sterker as mans. En ons kan beter doen as mans. En ons kan 'n verskil maak in ons gemeenskap as vroue. As ons net begin saam staan en hande vat en ook ernstig raak oor die probleme wat ons van ons familie en ons gemeenskappe affekteer. Jesus kom, Jesus kom aan die man.